Yo Rage Gaming. Yo Rage Gaming. Yo Rage Gaming. Yo mensen van Redux Gaming. Beste Gijs van Redux Gaming. Laat mijn setup even zien. Dit is mijn setup. Mijn setup. Ja, dit is de setup voor mij. En dit is mijn setup. Ik wil graag de PC winnen. Ik wil heel graag die PC winnen. Ik wil heel graag deze PC winnen. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe video van Redux Gaming. En jongens en meisjes, het is zover. Ik heb al jullie inzendingen bekeken. Ik heb me ontzettend vermaakt met jullie video's en ik wil jullie ten eerste dan ook hartelijk bedanken. We hebben superleuke originele video's gezien. Niemand kleedt zich zoals mij. We hebben niet zo'n originele video's gezien. We hebben dieren gezien. Fliep, flap, doobo, doobo. We hebben wasabi snuivers gezien. We hebben bruiloften gezien. Your CPU keeps me warm. Dating shows. Welkom bij de Gaming Dinner Show. Raps. Yo, Redis Gaming. Straaljagers. Kijk deze straaljager. Baldadige kids, overvallen en zelfs moord. We hebben mensen in de kou zien zwemmen. Zeker nog binnen een minuut. En we hebben mensen die zomaar mijn teksten stelen. Ik heb je gezien. Dudes and dudettes. En we hebben gemerkt dat horizontaal filmen en tot 60 tellen nog wel eens een uitdaging kan zijn voor sommige van jullie. Ik weet niet echt wat ik moet zeggen. Nee. Ik ook niet. Het was in ieder geval ontzettend leuk om jullie inzendingen te bekijken. En dit was zeker niet de laatste keer dat we dit deden. Geen zorgen. Er zijn vandaag natuurlijk verliezers. Wij, want we moeten een PC gaan weggeven die we van onze eigen centjes betaald hebben. Maar jullie verliezen helaas ook een PC. We hebben namelijk de 10k net niet gehaald. Dus we geven er maar één weg in deze Redux Gaming Challenge. Jullie hebben wel echt je best gedaan en we zijn dan ook super trots op jullie. Door jullie inzet kunnen we in de toekomst alleen nog maar meer vette dingen gaan doen, dus dank jullie wel. Nou, voordat ik naar de winnaars ga, wil ik alvast mededelen dat we bezig zijn aan een top secret samenwerking waarbij we nog een PC gaan weggeven en dat gaat redelijk snel gebeuren. En geloof ons, deze wordt nog dikker. Abonneer dus op ons kanaal en join onze Discord server als je niets wilt missen. Daarnaast hebben we nog giveaways met Cooler Master en Kingston op de planning. Dus ram op die knop! Nee, doe maar voorzichtig, want andere mensen moeten er ook nog op klikken. En dan naar de uitslag van de Redux Gaming Challenge. Ik hou jullie niet langer in spanning. Dit zijn de 4 finalisten. Hij zit rechts, hij zit rechts. Ja, raak. Dit is een overval. Kan je meer gamen zelf geschiet? Maar je kan er helemaal niet op gamen. Wat is deze lag dan? Dit hoort niet bij een game PC. Je valt gewoon niet mee te spelen! Heeft uw PC ook een te hoge framerate waardoor leuke screenshots maken lastig wordt? Blijft uw PC ook altijd te koud om u op te kunnen warmen wanneer de centrale verwarming is uitgevallen? Lab Niet Zo Top heeft de oplossing voor u. Lab Niet Zo Top introduceert de Mega Heater 3000. Met dit geavanceerde model kunt u zeker zijn van mooie screenshots. De framerate komt gegarandeerd nooit hoger dan 10 fps. Verwarming uitgevallen? Geen probleem. De Mega Heater 3000 bevat een CPU equipped met de nieuwste Extreme Heat technologie. Hiermee kunt u uw kamer in no time tot wel 69 graden Celsius opwarmen. Met onze Extreme Heat technologie kunt u zelfs binnen 5 minuten een volledig ontbijtje klaarmaken. Vindt u het ook altijd zo lastig om rechte lijnen in Paint te tekenen? Een makkie voor de Mega Heater 3000. Met de ingebouwde schermlijn heeft u altijd een hulpje bij de hand. Bestel dus nu uw eigen Mega Heater 3000 voor onze actieprijs van maar 1500 euro? Ik zou me niet voor kunnen stellen wat je allemaal nog meer van dit geld zou kunnen halen. Het is al 2 jaar dat Ben Dover geen normale gedachtegang heeft. Hier zien we een veer buiten waar hij zijn favoriete game Dark Souls naspeelt. Estus Flask.
na ik zijn pc vergokt heb in het casino, zijn niet meer hetzelfde. Hij is volledig de weg kwijt. Natuurlijk hebben we geprobeerd met goedkopere alternatieven. Maar zelfs in zijn huidige razend gekke toestand wil hij zich niet verlagen tot het niveau van een console gamer. Het enige wat die arme ziel nog kan redden is een gaming pc van Redux ter waarde van 1500 euro. Want ik ben niet bereid om zoveel geld te verspillen aan een gaming pc. 1500 euro, ben je gek geworden joh. Dat zijn 2 nachten in Las Vegas. Inclusief de dames. Spiegelgeheugen, snel genoeg voor alle moderne games op superhoge frame rates op de allerhoogste instellingen. Een 1 terabyte NVMe SSD, dus super snel. Veel gevraagd en aangezegd. Ah, sorry. En ondanks dat we op dat soort comments nooit reageren, hebben we ze wel gezien. Want bij deze alle comments, dat vinden we. Duizend euro weggeven, een mooie monitor weggeven, allemaal 1000 toetsen worden. Dat vinden we gewoon leuk. Maar dan willen we ook dat jullie er iets voor doen. Want ja, we zijn geen goed doel of zo. Het gaat nu gebeuren. Fuck. Hoe heet je? Hoe oud ben je? Wat doe je hier? Ik ben Daniel, ik ben 18 jaar. En ik kom gewoon heel graag een keertje langs in de Redux studio. Nou, 4 supergoeie inzendingen zoals jullie zien. We zijn echt heel trots op wat jullie gemaakt hebben en wat jullie kunnen bedenken. Maar we moeten toch echt 1 winnaar gaan kiezen die hier, letterlijk hier komt staan en een pc komt bouwen. En die winnaar is... nog niet bekend. We vonden deze 4 video's zo ontzettend goed, want ze zijn echt goed, ze zijn echt grappig en ze zijn echt heel origineel, dat we jullie hulp gaan inschakelen. Jullie gaan namelijk kiezen en jullie kunnen vanaf dit moment in onze Discord stemmen op jouw favoriet. Wie deze donderdag om 23:59 de meeste stemmen heeft, komt volgende week al, ja volgende week al, naar ons toe. Heel veel succes en tot volgende week. Ah, ik heb er zo'n zin in.